Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij mij. Deze video is weer een hele andere soort video. Het is een what's new at, weet ik veel welk merk ik uitkies. Wat ik dus ga doen is, bijvoorbeeld bij Catrice heeft allemaal nieuwe dingetjes. Dus dan ga ik erheen en dan wat mij aantrekt waarvan ik denk, oh dat wil ik graag proberen, koop ik die nieuwe dingetjes. Ga ik laten zien wat ze nieuw hebben. Ik ga voor jullie swatchen wat ze nieuw hebben. Eigenlijk is het hetzelfde als Flick or Fetch, maar het is ook weer niet. Want dit is echt puur gericht op dingen die ze nieuw hebben. En Flick or Fetch is gewoon gericht op een hele hoop dingen wat ze er hebben en wat ze misschien ook al veel langer hebben. Het allereerste product wat ze nieuw hebben bij Catrice is dit. En dit zijn de Velvet Matte Lip Creams. Matte lips zijn natuurlijk helemaal in de aandacht nu. Zijn natuurlijk helemaal hot nu. En het wordt wel steeds meer glossy. Volgende zomer wordt all over glossy lips. Maar voor nu is mat nog heel erg in. Dus Catrice is met nieuwe Velvet Matte Lip Creams uitgekomen. Ze hebben 6 kleuren. Ik vond niet alle 6 kleuren mooi. Dus ik heb er maar 4 van meegenomen. Ik heb er 2 heb ik aan de kant laten liggen. De eerste kleur is nummer 10 Mid Nude Season. De tweede is nummer 20 Rose Your Voice. De derde is nummer 30 Hazel Rose Royce. En de laatste, de vierde die ik heb, is nummer 60 Red Evolution. Er staat zeg maar mat lip op, maar zodra je ze aanbrengt is het super glossy en voelt het ook super. Het voelt wel echt als een lipcream aan, maar het is echt super glossy en dat vind ik in principe niet heel fijn, want ik ga echt voor een mat lip. Op de verpakking staat het heel dik gedrukt mat, maar het is niet echt mat ofzo. Dus dat wel, zeg maar, ga je dit als je echt mat, zoals dus een liquid lipstick mat, dan moet je deze niet kopen. Dit zijn de 4 kleuren op volgorde gezwart. Zoals je kan zien als het licht daar overheen gaat. Ze zijn super shiny. En wat je ook vooral bij de derde kleur kan zien, de 30, is dat ze niet echt heel erg dekking geven. Zo, ze blijven een beetje streperig en niet heel veel dekking geven ze. Ze zijn €3,50 per stuk. Voor die prijs zijn ze in principe te doen. Alleen, ik zou dan gaan voor een soft matte lip cream van NYX. Die zijn qua kwaliteit gewoon veel beter, voelen veel beter aan. Dus wil je echt een matte look en wil je echt zeg maar dat het er veel beter op blijft zitten en dat het er veel mooier uitziet en niet heel erg streperig en niet heel erg dekking, zou ik toch die van NYX gaan in plaats van deze. Dus dit is het eerste product. Het tweede product wat ik vond is de Prime & Fine Contouring Duo Stick. Met een highlight kant en een contour kant. Ik ben echt niet goed in cream contouren. Ik heb het één keer geprobeerd. Maar dan zag het altijd heel lelijk uit en heel erg vlekkerig. En ik kreeg het gewoon niet heel erg mooi. En toen dacht ik met deze, ik ga het gewoon proberen. Weet je, ik doe het gewoon, ik koop dit gewoon. Het heeft een leuk prijsje en stel dat het nou werkt, is het echt top. Dus ik heb het geprobeerd. Ik heb de contour kant heb ik hier aangebracht. En ik heb het vervaagd gewoon met een hele erg natte beauty blender. Wat ik wel aanraad als je cream contour doet, maak je beauty blender echt super super nat. Zodat het echt heel goed en mooi kan verdelen. Ik ben er zeg maar hier wel daarna nog met een poeder overheen gegaan. Maar hij blende echt super fijn. De cream contour blende echt als gewoon echt als boter. En daarna had ik echt best wel een mooie contour van mezelf. Dat ik echt dacht van, wow, het ziet er echt heel goed uit. Het ziet er echt voor de prijs vooral, ziet er echt super goed uit. Soms als ik een poeder gebruik, kan het er een beetje vlekkerig uitzien ofzo. Omdat de poeder niet helemaal goed ligt op een foundation. Dus soms ziet het met een poeder bij mij ook een beetje vlekkerig uit. En ik had het gevoel dat door dit, omdat dit er zeg maar de kleur er al onder zit, dat het er echt best wel goed uitzag. Dit is een foto wat er gebeurde toen ik het op mijn neus probeerde. Toen ik zeg maar de zijkant van mijn neus probeerde te contouren. Dat nam echt de foundation die eronder zat met de beauty blender helemaal weg. En dat was niet heel mooi. Ik wil met de contourkant wil ik zeker nog even wat meer spelen en wat meer uitkijken van hoe werkt het? Ga ik het echt goed doen. En dan de highlight kant, daar was ik een beetje zo van over. Ik denk niet dat dit gaat werken. Omdat ik al een keer een andere cream highlighter stick zeg maar had gebruikt. En deze is van Maybelline. En dit is de strobing stick. En deze had ik gebruikt. En ik deed zeg maar over mijn foundation heen. Wat ik ook precies hetzelfde met deze heb gedaan. En het werd echt vlekkerig en lelijk. En mijn foundation eronder ging ook weg. En het was gewoon echt niet mooi. Met deze wel. Het blende echt super fijn op mijn huid. Ik moest gewoon een paar keer zo eroverheen met de stick zelf. En daarna heb ik het met mijn vinger heb ik het geblend. Precies hetzelfde wat ik met deze deed. Deze werkt voor mij niet. En deze wel. En deze is een stuk goedkoper. En dan krijg je er ook nog een cream contour bij. Dus ben je benieuwd naar deze? Koop hem gewoon. Probeer het uit. Kijk wat je er zelf mee kan. In ieder geval, ik ga hier nog zeker wat meer mee spelen. Misschien zullen jullie deze ook wel in een volgende tutorial ergens langs zien komen. Maar hier ben ik in ieder geval super tevreden over. En eventjes, dit is niet de highlight hiervan. Ik ben er daarna nog met de sleek poeder overheen gegaan. Dus dit is hem niet. Maar hij geeft gewoon een hele mooie basis. En een hele subtiele mooie highlight. Dan 2 nieuwe producten waar ze mee uit zijn gekomen zijn deze. En dit is de Sensitive Eyes Volume Mascara. En de Sensitive Eyes Kohl Kajal. Ik denk gewoon een eyeliner. Ze hebben nog een nieuwe mascara. En eerst had ik die in mijn mandje. En toen zag ik deze voor Sensitive Eyes. Toen dacht ik, dat moet ik proberen. Want ik heb heel vaak als ik of een eyeliner in mijn waterlijn doe. Of dat ik een mascara iets lang op of zo. Dat zeg maar in de binnenkant, zeg maar mijn waterlijn aan de bovenkant. Gaat dan zeg maar een beetje jeuk en heel geïrriteerd. En wordt dan heel erg rood. En dan krijg ik rode ogen. En ik denk dat het gewoon komt als ik mascara te lang op heb. Of als ik een eyeliner te lang op heb of zo. Dat het bij mij gebeurt dat ik misschien allergisch voor ben. Of dat ik gewoon echt hele gevoelige ogen heb. Dus toen zag ik deze voor Sensitive Eyes. Toen dacht ik,
ik ga deze gewoon proberen. Ik heb het er nu echt al een hele dag op zitten. En tot nu toe heb ik met de mascara nog niet dat ik er last van heb. Dat ik er jeuk van heb of zo. En ik vind ook gewoon dat de mascara, wel met nepwimpers natuurlijk, er gewoon goed uitzag. Het is een volume mascara. Ik kreeg niet extreem veel volume. Maar als je nou echt super gevoelige ogen hebt, is dit wel echt gewoon prima. Is het perfect. En dan de eyeliner. Ik heb eigenlijk nooit zeg maar een zwart lijntje in mijn waterlijn. Heb ik vandaag wel gedaan. Ik denk ja, ik moet hem ook wel gewoon proberen. Ik wil ook gewoon wel weten hoe het werkt. En ik denk dat ik ook genoeg kijkers heb die wel altijd een zwart lijntje onder doen. En jongens, ik heb geen jeuk. Ik heb geen last. Het werkt. Hij is gewoon echt lekker soft en hij glijdt er echt overheen. En dat vind ik ook super fijn aan de eyeliner. Dat hij gewoon lekker zacht is, lekker makkelijk. En niet dat je echt moeite moet doen om een gepigmenteerde streep te krijgen. En wat soms in Bartyproof make-up is, het echt weinig pigment. Nou jongens, deze is echt black. Op de verpakking zelf zeggen ze ook tested on sensitive eyes en contact lens wearers. Dus draag je lenzen, heb je hele gevoelige ogen en je kan niet heel snel een zwart lijntje in je waterlijn zetten of een lijntje boven je oog. Probeer deze, het is het proberen waard. Volgens mij is deze iets duurder, volgens mij is deze rond de 4,50 of zo. Dus dan heb je gevoelige ogen, probeer deze duo uit. Dan heb ik 4 oogschaduws waar ik eigenlijk het meest excited over ben. Ik was het meest zo van, oh my god, ik hoop zo dat het gewoon werkt en ik hoop zo dat het gewoon goed is. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, ik kan echt gewoon geen Frans, maar volgens mij heet het de Peta... Preta Lumière, iets in die richting in ieder geval. Op de oogschaduw zelf staat ingedrukt Lumière, dus ik ga ze vanaf nu gewoon even Lumière noemen. Deze oogschaduw zijn nieuw, volgens mij hebben ze iets van 10 verschillende kleuren of zo. Ik heb daarvan 4 gekozen, de 4 kleuren die mij het meest aanspraken, de 4 kleuren van ik dacht, jou wil ik op mijn oog. De eerste is nummer 10, creme brune of zo, iets in die richting. De tweede is 30 Dinner de Blanc. Nummer 3 is nummer 40... Preles Vieux Franjes. Nou, nummer 4. De vijfde is nummer 5, La Vie de Rose. La Vie en Rose? La Vie en Rose. De kleuren die ik op mijn ogen vandaag heb gebruikt is nummer 30 en de nummer 50. De nummer 50 heb ik over mijn volledige ooglid heen. En de nummer 30 heb ik in mijn ooghoek en onder mijn wenkbrauw als highlight. Nou, sorry jongens, maar die wenkbrauw highlight is deze kleur en... Oh my god. Oh my god, die wenkbrauw highlight is gewoon... Met een plat penseel ben ik ze gewoon gaan aanbrengen over mijn ooglid. Ik heb hem eerst geprobeerd zeg maar zonder Fix Plus, omdat ik gewoon wou zien wat deze oogschaduw van zichzelf kan. En dan is de kleur mooi, het heeft een mooie shimmer. De pigment van deze kleur komt goed over op je oog zonder Fix Plus. Alleen ik had zoiets van, ik wil hem toch iets meer metallic. Het is een mooie shimmer, het is een mooie glitter, het is een hele mooie kleur gewoon bij zichzelf. Alleen ik wil hem meer metallic. Dus ik heb hem inderdaad het penseel op het nat gemaakt met Fix Plus. Daarna ben ik er overheen gegaan en daarna kreeg ik deze een beetje metallic, zilver... Paarsachtige kleur, met een hele erge paarse ondertoon. Prachtig. Echt prachtig, jongens. Als je deze kleur ziet, als ze deze kleuren nog hebben, pak ze en ga ermee spelen, want deze kleuren zijn echt geweldig. En dan het laatste wat nieuw is, wat ik ook heb gekocht, is de Long Lasting Prime and Fine Multitalent Fixing Spray. En ik heb van heel veel merken, zoals hier ook al hier staan, zegt allemaal. Ik heb van best wel veel merken al fixing sprays geprobeerd en... Er is echt één fixing spray die mij echt gewoon verandering heeft gegeven, dat ik echt dacht van, wauw, dit is echt een goede fixing spray. En dat is de All Nighter Setting Spray van Urban Decay. Voor de rest, MAC Fix Plus. Die van de Ethos. Wat heb ik nog meer? Ik zie geen verschil. Het is gewoon een fixing spray. Ik zie het gewoon als een spray die over je make-up heen spreekt. Om zeg maar echt het poederhoofd effect gewoon een beetje weg te krijgen. Om gewoon... Wat ik ook vaak merk bij fixing spray is dat je highlighter gewoon nog iets extremer komt. Omdat er gewoon een beetje nat iets op je highlighter valt, waardoor die nog iets extremer wordt. Het is niet dat deze heel bijzonder is, heel anders als de rest. Voordat ik deze video ging opnemen heb ik nog weer bijgepoederd. Het is niet dat ik extra mat blijf door deze fixing spray. Het is een betaalbare, het is een fijne, je kan hem gewoon bij de Kruidvat kopen. Dus dat vind ik wel super fijn. Ik vind de spray en de geur en hoe die zeg maar... Help mij nou weer. Nee. Doei. Dank je. Dus dat is de fixing spray. In principe een prima fixing spray. Hij werkt. Het is een fixing spray. Dus top. Dus dat is alles wat ik nieuw heb gekocht van Catrice. Dit is de eerste video. Ik weet ook niet of jullie dit leuk vinden om te zien. Vond je deze video leuk? Laat het hier beneden eventjes weten. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Geef een duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wil zien. En ja, ik hoop dat het een leuke video is. Ik hoop dat het een beetje entertaining is. En ik hoop dat jullie dit soort video's ook leuk vinden. Dus laat in ieder geval dat beneden weten. En vind je het niet leuk? Laat het ook gewoon beneden weten. Laat dan beneden weten wat voor video's jij wel meer zou willen zien. En wat voor video's jij wel leuk vindt om te zien. Dus ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei! Ah, daar ben ik weer. Het heeft nu ongeveer tussen de 6 en 7 op mijn gezicht gezeten. En ik heb helemaal niks bijgewerkt. Ik heb mijn lippen niet bijgewerkt. Ik heb niet bijgepoederd. Ik heb
bijna, ik heb echt geprobeerd om niet aan mijn gezicht te zitten. En het ziet er nu zo uit. Wat je natuurlijk meteen ziet, mijn huid glimt echt gewoon als een discobal. Dit is in ieder geval hoe het er nu uitziet. En ik denk dat ik gewoon even alles langs ga en in voor één van de producten ga vertellen. Of ik het nog een keer zou gebruiken, of ik het fijn vond.